Oh, en ik heb zelf dan ook nog Marianne. Dus ik heb ja, maar mijn kleur is het programma van de dag. En u zit aan tafel Proceno. Welkom op onze viering van 15 jaar filosofie. Heel erg bedankt. Dank jullie het programma van de dag. Vandaag hebben we de optie van Kuikje en zijn echtgenote Marleen Tiers hier, die ons een stukje muziek zullen brengen. Voor de tentoonstelling ook van de calligrafie, grote teksten van Gerard van de Coca. Die is vooral geïnspireerd geweest door de boeken van Gerard Bodyfay. Hij geeft al een paar jaar les in Maastricht aan de Universiteit van Maastricht, Studium Generale. En die zijn momenteel ook voor iedereen beschikbaar op YouTube. En die wilden we toch ook vandaag onder jullie aandacht brengen. Ah ja, ja, ja. Wij zijn dus naar Antwerpen. Maar ik mag niet zo jullie toe beloven dat zij het gedaan hebben. Het is wel mijn programma, maar zij hebben de reis. Hè. We hebben in de kleine lessenzaal de tentoonstelling van Arthur Rokke, zijn kunstwerken. God zij, God, wat is het stil? En achteraan in de zaal vind je creatief werk van Lucie Huintjes, die vooral geleerd heeft hoe je vilt moet bewerken. Zij zal daar ook meer informatie over geven, vindt zich. Onze stand van onze astro-reizen en meer informatie over de filosofie. Die we nog allemaal voor jullie in petto hebben. 15 jaar filosofiereizen. En dan op een zekere moment hebben we elkaar terug wat beter op. Mag ik iets drinken, man? Het was in Guadeloupe dat wij op reis waren voor de zonsverduistering. En toen vertelde Gerard mij het idee van, zouden we zoiets iets niet kunnen uitwerken rond filosofie? Wie gaat daar op afkomen? En gewoon Plato, na een weekend Plato in de visie, fascineerde mij ook al, gaan lezen. Hij is een beetje een visionaire geest. Wie gaat dat voor ons organiseren? Laat het dan werken vragen. Maar het is toch goed geweest, dat het wel allemaal zijn. Ja, Frans gedaan. Dus we hebben zeker in die tijd iets kunnen in gang zetten. En dat toch allemaal dankzij Gerard. Een tijdgenoot van die Galileo was trouwens Johannes Kepler. En vooral de figuur van Johannes Kepler heeft ons gefascineerd. Johannes Kepler zijn we ook gaan opsporen, maar deze keer in Praag. Na ons muziekreizen zijn we in de tijd gestart door een combinatie van muzika met fysica. Muzika, daar zullen de series voor. En fysica, dat was dan Gerard. En ook vandaag hebben Werner en Hilde zich weer op fantastische wijze ingezet om deze dag te organiseren. Aangezien de man van nature bestemd is om leiding te geven,
moest hem meer verstand worden gegeven. Hebt u misschien ook boeken over de man? En hij antwoordt, bedoelt u Herman de Man of Hendrik? Vuur voorziet de wereld van energie. En hij leidt daarbij een deel ervan op as. Vuur voedt. En vuur vernietigt. En wordt weer gevoed door dat wat het vernietigt. Geen volk ter wereld dankt zijn beschaving niet aan vuur. En wordt in zijn voorbestaan niet bedreigd door vuur of door het uitdoven. Jij bent ondertussen. Sigis had heeft een boek geschreven en met al zijn vuur blijf bij ons wachten. Dat is van Jos Brabant. Wij hebben er kaartjes van laten maken. Dat is een steen waarop Jos als letterkapper in de harde steen heeft gekapt. Tijd stroomt, loopt, maar waar naartoe? Nee. Hey God, zijn God almachtig, dat wordt prachtig. Dit doet eigenlijk de teksten ook mee lopen. Hier te lezen. En je zou de tijd kunnen laten lopen in die cirkel, maar de fi volgt, de vorm van de andere fi, hier. Een heel moeilijke baan, hè? Dus je moest telkens zo vliegen en terugsturen en terugsturen. En ik had hier een baan, hè? Ja, die gravitatie is niks. Tussen twee stenen, nu is de tijd. En de tijd stroomt waar naartoe? Vijftien jaar filosoferen zij het in Creta met een wijntje erbij, met ons voeten in het water. Dat mensen elkaar door de dood ontvallen, die tekst wordt altijd kleiner en kleiner. En dan zie je zo een mannetje die weggaat met een valiesje. Montreux en Genève, waar wij Dostojevski hebben gelezen. Al is een vrouw nog zo rijk van groeien, zij krijgt als de boeien aan haar benen is dat zij trouwt. Maar ik ben al lange weg, zeg maar. Ja, en maar altijd nieuwe schoenen kopen en nu nog nieuwe matten kopen. Of ze soms helemaal gek is. Zij zou ons dat niet kunnen voorhouden. Ja, hier zo'n huis hebben we kunnen. De Bijaardconcert. Ja, op Bijaard. Ja, dat zijn wij bij u geweest. Ja, weet je dat wel? Zeg maar netter geworden. Dat is het van deze boek. Ja, ja, je hebt het prachtig gepresenteerd. En de lach is het mooiste geluid op aarde dat God voor de mens bewaarde. Dat is plezant. Dus, ja, dat is bij Marie met het ja. En deze ook, dat is een kantaar. Ja. Ik was in de niet te muziek vandaag. Allee. Maar we willen ook, we willen dan hè? Nee, maar ik heb het mij, ik heb nog gevlogen en zo. Ja, ja. Welke mond dat je vertellen was? Van de sos en voeten. Geen van even. Heel
deze dag ook mee ineen te steken en heel veel praktische zaken te doen en te zorgen dat dit allemaal vlot verloopt achter de schermen. Een applausje voor jullie. De gouden schoteltjes die staan opgesteld in de gang. Dan wordt daarna de soep aan tafel geserveerd. En dan het warm eten gaat daar opgesteld worden. En dan daarna het dessertbuffet zal terug in de gang zijn. En je zal zien, het zijn kleine schoteltjes allemaal. Dus je neemt zoveel als dat je kunt dragen. En dan zou ik zeggen, samen. Dank u. Ik heb gisteren ook weer vertrokken. Eén. Ik heb nog een tweede. Ik had die één keer. Ik kan beter geloven op. Ja, klaar. Om het te interviewen, dan zijn ze. We nemen iedereen in dienst. Dus ik vraag me af, iemand die iemand bestel gedaan heeft, wil het ook doen. Hij wil het overnieuw doen. Waarom moet ik opnieuw een bestel iets op de hand zetten? Dat is een dikke date. Dat is goed, manneke. Zo. Ah, jij doet dat niet doen voor mij. Ja, absoluut. Nee, maar dat komt uit. Ik ga er een nieuwe reactie in de winst zetten en er een proef bij leggen. Spam? Nee, nou. Dan heb je zeker... Dan pak ik toch een, maar dat is zo... Ah, nee, goed. Fantastisch. Ik dacht dat dat moest pakken. Nee. Dan ben ik hier blij. Dank u. Geen landbouw aan niet. Oh, maar nog niet naar de leeuw. Zal de rest dan naar huis? Hier. Ik denk dat ze net... Hadden ze nog aan het scheppen? Die olifanten ook eten. Zeg je dat persoon? En ik denk dat dat chocolademousse is. En ik denk dat dat eigenlijk een moes is. Ja. Ik kan wel verdwijnen, ik ben er wel zeker van. Zo tussen 65 en 70, denk ik. Ja. Goed thuis, hè? Ja, dag. Tot binnen 5 jaar, dan leun je rapper. Of een ijsje of zo, hè? Ja. Dag.